Welkom bij de gekste. Wat zit je nou aan? Zat je er nog aan of niet? Jan, een beetje kwel of zo je baard houden. Kwel mijn baard, hou op. Dimitri Vegas en Like Mike. Ik sta hier met Jonas Blue. How's it going? Ik vind het wel gezellig hier. Hey, wie is nou Lucas en wie is nou Steve eigenlijk? Jezus, maat. Hey, dit ja. Als DJ maak je veel gekke dingen mee. Ik heb een paar vragen voor je en dan kunnen we toch een beetje aan meten, zeg maar, hoe gek het eigenlijk is. Gekste wat er ooit, dat is wel een goeie, in je direct messages gestuurd. Je hebt die plaat niet gedraaid, ik heb mijn geld terug. Volgende keer als ik je zie, maak je dood. Een eigen plaat die we vergeten zijn om te draaien. Maar die draaien we al 5 jaar, we waren een beetje klaar mee. Ja. En we draaiden hem niet. En die jongen had zoveel geld betaald. Gewoon doodsbedreigingen omdat je een liedje niet draait. Nee, nou, maar dat neemt natuurlijk met een korreltje zout, maar het is gewoon een soort van uitspraak. I kill you next time if you don't play the song. Liam Payne. Really? Yeah, from One Direction. He wanted to do a collaboration. Gekste bedrag wat je ooit hebt uitgegeven? Die moet je bij mij zijn, denk ik. Ik heb echt bizar geld betaald voor een schoen die nergens te krijgen was. Hoeveel geld ik voor betaald heb? €1200. Oh, dat valt er wel mee. Oh? Dan verdien ik hier een interviewtje op de bank. Oh ja? Wat ga je allemaal doen of zo meteen? My house. Now we want to know some figures. How many zeros? Yeah, 5 zeros. I'm joking. Few more zeros. Geen ketting. Ja, jij gaat die ketting. Ja, geen awkward vragen zijn. Voor mij zal dat mijn boot zijn dit jaar. Wat is de gekste nacht uit jouw leven tot nu toe? Het was in Azië, echt een gezellig feestje. Allemaal mensen gingen los. En Lucas kwam naar beneden, loopt de coulissen af. En er stonden mensen van die checks. Die stonden zeg maar zo van, alsjeblieft, trouw me. We moesten op Valterens in de bergen draaien. Ja. En we waren klaar, dachten we doen nog even een drankje. Volgende ochtend werden we wakker. En we waren alle cd's kwijt, alle muziek kwijt. En we dachten, ja, die zijn we vergeten in de club. Maar toen hoorden we dus van andere mensen dat we die gewoon van de piste hebben afgeknikkerd. Voor mij persoonlijk zou ik zeggen dat ik ergens naar een privéconcert in Hollywood ging. In een villa, heel gekke avond, van alle mensen komen binnen. Dat ik uiteindelijk op een afterparty beland ben bij Leonardo DiCaprio thuis. Denk ik dat van dit jaar wel de gekste nacht was. What's your craziest habit? I have like the worst OCD, so I have a thing about folding clothes. Yeah. Like, my suitcases are perfectly packed. Ik eigenlijk altijd zo in bed lig zo. Echt? Oké. Dus. Vind je het raar? Nee, man. Tuurlijk niet. Ik vind het echt prima zo. Oké. Wat het gekste dat je ooit gegeten hebt op een wereldtour? Lucas. Heb je Lucas gegeten? Nee. Klein stukje maar, nee. Hoor. Lucas. Dus wat is het gekste wat jij ooit gegeten hebt? Ik heb kippenklauwen gehad, koeienmaag, koeientong, ganzen, slokdarm, weet ik veel. Dus allemaal. Kun je even stoppen? Even pauzeren alsjeblieft. Wat is het gekste wat een fan ooit voor je gedaan heeft? Het begin, echt het prille begin van onze DJ-carrière. Maar het stond in de DJ-boot en er was een meisje die op een gegeven moment mij wat zat aan te tikken. En die gaf me iets in mijn hand. Ik pak het vast en het is heel zacht. En ik kijk en het is een slipje. Maar het was geen nieuw slipje. Ah, nee. What's the craziest thing you've ever witnessed while on tour? A girl, like... Peeing? Peeing. Yeah? In front of the DJ-boot. So in front of in you? In the crowd, yeah. The fuck? Yeah. You have some crazy fans. Yeah. What's your craziest thing you've ever did while being drunk? Falling off stage. Really? Yeah. When did this happen? I hurt my foot very badly. But when was it? That was a couple of years ago in Paris. Na Mysteryland, Fede Legrand speelde na ons, dus 6-7 jaar terug. Ik had niks gegeten. Er stond alleen 1 Cola Light en 1 Grey Goose fles. Dus ik had de Cola Light in de Grey Goose gekapt. En ik heb tijdens de set, omdat het zo leuk was, heb ik de hele fles opgedronken. Ben ik daarna in het publiek gegaan. Ik weet niet waarom, maar mijn mic hebben ze nooit afgezet. Ik ben blijven MC'en tijdens Fede zijn set. 20 minuten in Fede zijn set, terwijl je nog altijd mic shots geven aan het publiek. Ja, en dan daarna was ik zo dronken dat ik zeker 20 keer in de modder ben gevallen. Wow. Ik ging vol modder, ik wist niet meer wie ik was. Wat is het gekste interview dat je ooit hebt gehad? Nou, dat is wel een moeilijke vraag, zeg. 538 is wel een rijke geschiedenis wat dit betreft. Echt een leuk interview. Hey, gooide jij die? Ja, ik zou helemaal wild worden. Sunny, nou. James, Ryan, Marciano, dank voor jullie komst. Super bedankt. En een heel fijn ADE nog, hè? Dankjewel. Ja, dankjewel. Hetzelfde, Wiet. Geef je mij nou een hand? Dat ik eigenlijk altijd zo in bed lig, zo. Echt? Ja.